Bijna de helft van de allochtonen pleit ook voor minder immigratie. En dan gaat het om allochtonen uit niet-westerse landen zoals Marokko of Turkije. Dat is een van de conclusies, dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Kantar op verzoek van de Telegraaf. U hoort Telegraaf-verslaggever Daniël van Dam. Nou ja, als je naar de resultaten kijkt, dan zie je dat 2/3 van alle Nederlanders, 65%, is voor het beperken van immigratie. Dat betekent dus niet grenzen dicht, maar meer reguleren, zo zou je dat kunnen zien. En we hebben gekeken naar de Nederlandse bevolking, maar ook specifiek naar de mening van niet-westerse allochtonen. Zeer interessant natuurlijk, omdat ze zelf een migratiegeschiedenis hebben. En we wilden ook weten, ja, denken zij nou echt heel wezenlijk anders over dat vraagstuk? Ja, er zit wel iets verschil, maar dan zie je dat nog steeds 48% van niet-westerse of Nederlanders met een niet-westerse achtergrond vindt dat immigratie uiteindelijk beperkt moet worden. En WNL-verslag